President Chandrika Prasad Santokhi is vandaag vertrokken naar de CARICOM-Cuba Summit op Barbados. Op deze bijeenkomst zal Cuba een overzicht geven van het verloop van de samenwerking met de verschillende CARICOM-landen. Daarnaast zal er ook worden gesproken over klimaatsverandering en rampenbeheersing, mondiale vraagstukken en multilaterale samenwerking en de aanname van de gezamenlijke CARICOM-Cuba-declaratie. President Santokhi zegt dat de samenwerking met Cuba voordelen heeft voor de verschillende landen. Zo merkt het staatshoofd op dat Cuba de CARICOM-lidlanden altijd heeft ondersteund op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. President Santokhi vertrok in de hoedanigheid als CARICOM-voorzitter en wordt samen met zijn delegatie eind van de week terugverwacht in Suriname.